is alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Halfpoort & Co. En deze aflevering gaan we opnemen in de fabriek. En die wordt namelijk momenteel omgebouwd tot theater. En daar gaan we nu op bezoek. En dan gaan we vanuit daar ook de uitzending doen. Dus kijk maar eens even mee. Hey Simone! Hi. Welkom in de fabriek. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Dus laten we even gaan. Nee, maar we gaan de laatste opnemen. Wat? Nu hier? Ja, de laatste van Hoofdpoort. Dat heb ik net al verteld. Dus ik zei, ga maar mee. Dan gaan we even heel snel een kijkje achter de schermen doen. Ja. En dan gaat Saskia jullie alles vertellen in deze aflevering over deze nieuwe locatie. Nou. Dus daar gaan we. Ik draai hem om. Van harte welkom bij de zesde en voorlopig laatste Halfpoort & Co. En wat er daarna allemaal nog gaat gebeuren, dat houden we nog even als verrassing. We zitten hier op een geweldige locatie, al zeg ik het zelf. Namelijk in de fabriek, de nieuwe locatie van Theater Halfpoort, die geopend gaat worden op zaterdag 3 oktober. Dan gaan de deuren open, is er een open dag. Kan iedereen uit de hele gemeente en nog veel verder een kijkje komen nemen. En 10 oktober is de eerste voorstelling. Nou. Tot zover het verhaal van Halfpoort. Komen we straks nog weer even op terug. Want aan tafel is iemand aangeschoven uit Oosterhesselen. En geen onbekende in Oosterhesselen, maar ook niet de omstreken van Oosterhesselen. Namelijk Jan Kruimink. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, want ik zei het al, we kennen jou. Ook in Coevorden kennen we jou. En verder omstreken kennen we jou. Want je bent heel erg druk. En toen zei je net in het voorgesprek van ja, maar ik ben ook met pensioen. Ja. En nog heb ik het druk. En dan heb je het juist heel druk. Want jij waakt voor het grote zwarte gat om daar niet in te vallen. Ja. Want wat doe je zoal? We kennen jou vooral denk ik als dirigent. Hè? Je hebt 3 koren onder je hoede. Ja, 3 vaste koren. En we waren bezig met een projectkoor van de Amen. Ja. Maar goed, dat is nu allemaal stilgelegd vanwege corona. Ja, kun je daar heel kort nog even iets over vertellen? Want dat stond ook hier op mijn kaartje. Want de Amen, het is wel een heel bijzonder project wat je zou doen. Ja. Ja, Amen, dat is een stuk van Carl Jenkins dat hij geschreven heeft vlak voor de eeuwwisseling. En dat gaat over de gewapende man, zeg maar. Dat zegt de titel ook al. En dat is een soort, het is een mis met een stuk in het Engels. Meestal is het Latijn. En er zit ook nog een stukje in voor een imam die een klein stukje gaat zingen daarin. En wij hebben gedacht in Oosterhesselen om dat te gaan doen in het kader van 75 jaar vrede. Ja. En het was allemaal in orde. En we kregen ook alle medewerking van de gemeente Coevorden. En dus we hebben dat gestart. We hebben een oproep gedaan bij de mensen in de verre omgeving. Ja. Van geef je maar op als je wil. Want wat wilde je? Hoeveel zangers zocht je? Heel veel, toch? Ja. Ja. En we hadden ook heel veel. Ja, hoeveel had je? 150. Geweldig, ja. En ook nog goed verdeeld. Want meestal, kijk, het is een gemengd koor. En bij veel gemengde koren hebben ze behoefte aan mannen. Maar we hadden 60 mannen en ook een hele goede. Ja. Dus we hebben daar ook mee gerepeteerd. We hebben 6 keer een zondagmiddag gerepeteerd. En dat ging erg goed en erg enthousiast. En het klonk al fantastisch, maar helaas... Moest een streep door. Ja. Staat het in de ijskast? Wordt het volgend jaar hopelijk... Ja, dat is nog afwachten. De kans is eigenlijk wel een beetje klein dat het zal doorgaan. Ja. Ja. Want we hebben natuurlijk wel een flinke aanloop nodig om het opnieuw in te studeren. En dan moeten we nog afwachten of de mensen ook allemaal weer bereid zijn om mee te doen. Ja, precies, dat weet je niet. En ja, er is nog geen datum gepland, geen tijdstip, dus we kunnen eigenlijk nog niks regelen. En ik zag dat je dit zou oppakken met je zoon, of niet? Ja, die is voorzitter van de fanfare in Oosterhesselen. Ja. En dit projectkoor, dat projectkoor is de helft. En de andere helft is dan die fanfare in Oosterhesselen, die ook meegewerkt heeft aan de Toren van Tuna. Ja, precies, jaar. Want ook daar ben jij een van de initiatiefnemers van, toch? Ja, ja. Dat was wel een enorm, toch wel een enorm succes. Ja, ja. We hebben nou net de afgelopen week, even kijken, vorige week vrijdag, hebben we nog weer een soort bijeenkomst gehad ter ere van
één jaar geleden dat de première was. Jullie kunnen elkaar nog niet loslaten. Nou, en er is ook nog een app in de lucht. En daar wordt elke dag nog op geschreven. Nou, wie weet wat daar allemaal nog weer uit voortkomt. Dat zou kunnen, toch? Ja, die plannen zijn er wel. Ja, maar dat zijn allemaal projecten die je doet. En verder ben je nog dirigent van een drietal koren, vaste dirigent. Ja. We hebben het Hessler Eerste Mannenkoor, hè, hem. Ja. En dan doe je nog iets met diva's. Dat waren de Diggelse diva's. Ja, precies. Ja. Nu alleen nog de diva's. Ja, want ze zijn verhuisd van het café De Diggels naar het multifunctioneel centrum in Westerbork. Ja. En toen hebben ze afscheid genomen van de naam Diggels. Ja, precies. En dan heb je ook nog Sounds for You, toch? Ja. Vroeger was dat Happy Sound, maar dat is al een paar jaar nu Sounds for You. Ja. Ja, vrouwenkoren. Maar wordt er gezongen nu nog, Jan? Ja, ik ben met de dames, beide dameskoren alweer 3 weken beter aan het repeteren. Oké. Je hebt een plek gevonden waar dat kan, op afstand. Moet je afstand houden? Ja. We hebben gewoon gekeken van wat zijn de richtlijnen. En daar wordt strikt aan gehouden. En dat is dan 1,5 meter. En in koorverband, dan is het ook in driehoeken. Maar overal zit minstens 1,5 meter tussen. Ja. En je moet zorgen voor voldoende ventilatie. Ja, precies. Ja, ik begin een beetje te lachen, maar dat hoorde je het ook. Dus er spoelt hier gewoon water door. Ja. Dus dat is, dat hoort allemaal bij op zo'n locatie. Hebben we geen last van mensen. We spoelen gewoon even door en we gaan ook weer verder. Want al die projecten, die vaste koren. En toen dacht je, goh, ik heb nog een beetje tijd over. En toen bedacht jij, ik wil nog meer mensen het belang en het plezier misschien wel van muziek laten beleven. Ja. En ik ga gewoon een cursus beginnen van actief muziek beluisteren. Ja. Vertel. Nou ja, ik was dus aan het denken van toen ik met pensioen ging, wat ga ik nog allemaal doen? En niks doen, dat past niet bij mij. Dus, inmiddels heb ik ook heel veel werkzaamheden thuis gedaan, om het huis, weet je wel, in de tuin. Maar al gauw kwam boven van, er zijn mogelijkheden zat. En ik ben vorig jaar ook begonnen met een eigen bedrijf. En dat heb ik alleen maar opgezet voor muziekactiviteiten. Ja. En die heb ik daar allemaal in ondergebracht. En toen dacht ik van, weet je wat, ik vind workshops geven, maar vind ik ook wel leuk. Ja, dat heb ik zo nu en dan wel een keer gedaan, maar ik kan het met regelmaat nu wel gaan doen. En dan ook overdag. Ja. Dus ben ik eens gaan nadenken van wat heb ik allemaal al gedaan en wat heb ik nog in de kast staan? Ja, waar je wat mee kan. In mijn bibliotheek. Ja. Nou, dit is onuitputtelijk is een te groot woord, maar het gaat wel die kant op. Ik heb wel de indruk dat dat bij jou wel heel veel is, inderdaad. Ja, dat is ook want zo. Wat is dat, actief muziek beluisteren? Nou, het is luisteren naar muziek waar je een activiteit bij doet. En die activiteit die past precies bij de muziek waar je naar luistert. Noem eens een voorbeeld. Nou, er is een muziekstukje. Daar komt een bepaald signaal naar voren. Dan pom, pom. En op dat pom, pom. Dat is zo'n signaal wat dan regelmatig terugkomt in het hele stuk. En dan kun je alle deelnemers, en er kunnen er 10 zijn, maar er kunnen er ook wel 50 zijn zo'n soort activiteit. Op dat moment moeten ze dan iets, een centje in de spaarpot gooien of een visje in een bakje doen of zo. Maar allemaal op hetzelfde moment. Ja. En dan iedere keer als het weer terugkomt in die muziek. En dan pom, pom, en dan leggen ze er weer eentje in. En die activiteit, dat is gewoon leuk om te doen. Mm-hmm. En dat is dan ook interactief. Maar die activiteit die zorgt er dan voor dat mensen ook blijven luisteren. En heel gericht gaan luisteren. Heel gericht en heel gefocust inderdaad, ja. En dit is dan een voorbeeld, maar zo zijn er activiteiten. Dit is een activiteit, we moeten een steentje doorgeven op de maat. Maar waar dan een versnelling van de muziek in voorkomt. En dan moeten ze meegaan. Ja. En er is een activiteit bij, dan moeten ze een simpele beweging doen. En dan wordt het een vorm van bewegingsimprovisatie. Ja. Waar ze elkaar ook moeten nabootsen. En soms gaat het om ritme. En dan moeten ze kaartjes leggen, als ze ritmes leggen. Dan moeten ze een compleet vormschema invullen of wegleggen.
En ja, ik heb er ook een paar quizzen in gedaan. Want die, dus dat... heel interactief. Mensen ja. moeten echt gewoon meedoen, want dit is voor jou niet nieuw. Het is niet nee. zo van, nou, dit heb ik nu bedacht, want je hebt dit vaker gedaan. Ja, ik heb het eigenlijk met regelmaat gedaan, zeg maar, vanaf... nou, het is eigenlijk al begonnen in 1990, voorzichtig, maar na 2000... toen zijn er nieuwe nascholingscursussen georganiseerd voor zeg maar post-HBO. Dus afgestudeerde leerkrachten ja. die al les gaan voor de basisscholen. En die konden zich opgeven voor een cursus nascholing muziek. En een van de onderdelen was daarvan muziek beluisteren. En nou ja, met een aantal collega's ga je dan ook verdelen van... joh, jij doet dit en jij doet dat. Dus ik kreeg het muziek beluisteren en de notatie in mijn... Ja. toegeschoven. Ja. Dus ja, daar ben ik dus al die jaren mee bezig geweest. En iedere keer kwam er wat nieuws bij. Ja, dan wissel je eens wat van, oh, dit valt niet mee. Ik neem maar anders. Het wisselt voortdurend. En ook de werkvorm die je daarbij deed. Nou ja, door het werken met die mensen van het onderwijs... kun je ook wel zien van, dit staat aan en dat is een goede activiteit... en dan ga je ook wel selecteren. En dan, ja, precies. Maar dan weet je ook hoe het enthousiasme is daarvoor. Ja. Dus en je hebt eigenlijk, kunnen we misschien wel stellen, het beste eruit gehaald... Hè, wat het beste werkt, en ja. dat ga je toepassen in die cursus straks. Dat is zo, ja. Ja. En waar wordt de cursus gehouden? Nou, ik heb nu voorlopig gepland in de Hesselerhof op 14, ja? 14 oktober. Daar, ja. daar begint het. En, maar in feite wil ik me ook laten inhuren door wie dan ook. En dat kan wat mij betreft in heel Nederland zijn. Maar laten we beginnen bij Joost Sessel en omgeving. Eerst maar beginnen in de Hesselerhof. En dan ja. kan ik ook even kijken of er voldoende aanbod is. En dan de rest van de wereld. Ja, ja. ja prachtig. En nou is er op 19 september in de Hesselerhof een open dag. Hè, ja. Dat mensen naar het hele nieuwe aanbod... ja, corona-proof natuurlijk. Hè, dat ja. is natuurlijk allemaal maar afwachten. Maar dus op 19 september ben jij in de Hesselerhof ook aanwezig... om ja. meer informatie nog te geven. Ja. Ja. En jong, oud, is er nog een leeftijdsgrens? Nee, dit is voor iedereen. Het materiaal, er zijn activiteiten bij die kunnen uitgevoerd worden door kleuters. Kijk. Maar ook door mensen die bijna 100 zijn. Ja. Waar het ook net zo leuk voor is als voor je kleuters. Ja. En dan is het is ook niet kinderachtig of zo. Maar het is gewoon een... Ja. Dus ik zeg ook tegen de mensen, van, je hoeft niet zozeer voorkennis te hebben... Je hoeft niet zoveel van muziek te weten al om hier naartoe te komen. Nee, dus je kan gewoon heel onbevangen... Precies. Kan je meedoen. En dat is misschien ook wel de beste insteek, of niet? Dat vind ik wel. Onbevangen ergens... Ik hou van een breed publiek, hè? Ja. Ja, de basis... Ja. Dus iedereen is welkom. 19 september sta jij de mensen te woord in de ja. Hesselerhof. Kunnen ze voor informatie terecht. En ja. Er is misschien wel een website of verder de media in de gaten houden. En dan ja. Kan ja. men zich opgeven. Toch? Ja. ja. Ik heb wat artikeltjes gestuurd. Er staat mijn mailadres bij. En ja. dat is nu op dit moment de eerste contact. Nou, ik moet nog heel veel dingen ontwikkelen. Zo hebben wij jou ook gevonden. Dus dat ja. komt vast en zeker goed. Mooi, want ik ben ervan overtuigd dat muziek de wereld mooier maakt. En daar zijn we wel aan toe. Ben ja. ik mooi met je eens. Goed. Dankjewel, Jan. Leuk dat je hier was. Geen en behalve muziek maakt ook de natuur de wereld natuurlijk mooier. De bloemetjes en de bijtjes. En we nemen u mee naar de Ossehaar, naar project Bijenstal. En daar gaat Imke Rutger Schepers van alles vertellen over hoe dat nou zo gekomen is daar. Kijk maar even mee. Hallo allemaal, mijn naam is Rutger Schepers. Ik ben 43 jaar en ik woon in Coevorden. Ik wil u graag iets vertellen over deze prachtige plek waar ik sinds 2018 woonachtig ben. Dat is de wijk Ossehaar in Coevorden. En nou, we woonden er net en toen hoorde ik via de buurtvereniging dat er een imker gezocht werd in de wijk. Ik denk, hé, dat is wat voor mij. Want mijn opa was vroeger imker en die heeft mij eigenlijk een beetje de liefde van het vak overgegeven. Ik weet nog dat ik als jongetje van een jaar of 8, 9 met hem meeging om honing te slingeren en met de bijen bezig te zijn. En dat fascineerde mij toen. Nou ja, op een gegeven moment word je puber natuurlijk, hè, en dan vergeet je dat soort dingen. Dan zijn andere dingen belangrijker. Maar ja, inmiddels ben ik 43 jaar en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En toen ik hoorde dat er een imker gezocht werd, dacht ik, hé, dit is mijn kans. Ik moet het eens een beetje weer gaan oppakken. Nou ja, het mooie was, er was op dat moment een subsidietraject gaande in de gemeente Coevorden. Een stimuleringsfonds. En daar konden mensen een idee achterlaten over het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente.
hè, in de binnenstad. Ik denk, nou ja, daar moeten we eens even wat mee doen. Dus samen met de buurtvereniging, met wat mensen daar, bestuursleden, hebben we een plan gemaakt. En hebben we wat gesprekken gehad op het gemeentehuis. En zodoende hebben we deze prachtige plek in Bruikleenvansen van de gemeente. We hebben een subsidieaanvraag gedaan, dat geld hebben we gekregen. En daar hebben we deze supermooie bijenweide van neergezet. Dus we hebben bloemzaden gekocht. We hebben straks een blokhut gekregen. En een mooi pad gemaaid. En een bosmaaier. En allerlei dingetjes gehaald. En zodoende is het eigenlijk gekomen. We hebben hier, zoals u ziet, mooie tekstbordjes neergezet. Met ook het educatieve deel voor de mensen die hier wandelen. Wat groeit hier allemaal? Wat voor bloemen zijn er? Wat doet de bij? Wat voor functie heeft die bij? Misschien leuk om nog even te vertellen. Een aantal jaar geleden reed ik in Coevorden door een wijk, de Ballast genaamd. En daar zag ik in de tuin ergens een bordje met honing te koop. Ik denk, dat heeft direct mijn aandacht. Dus ik denk, ik bel eens even aan bij die mensen. Nou, toen deed er een meneer van, in de 80 deed open. En ik raak met hem aan de praat. Ik zeg, goh meneer, u heeft honing te koop. En ik vertel hem over mijn opa en of me dat toch zo wel interesseert. Dat was allemaal nog buiten dit hele verhaal om. En toen zegt hij maar, goh, kom even binnen, een kopje koffie. En vervolgens heb ik 2 uur bij die man aan tafel gezeten. Want ja, zo gaat dat als je gemeenschappelijke interesses hebt. Toen op een gegeven moment zegt die meneer van, goh, is jouw opa, was dat toevallig Hein? Ik zeg, dat klopt. Hein Schepers van het klooster. Ik zeg, ja, inderdaad. Sommige mensen zullen het misschien nog wel herkennen van de vroegere spar op de markt in Coevorden. Dat was mijn opa. Toen zegt hij, Henk van de Veen, zegt van, joh, kom eens even met mij mee, Rutger. En kijk eens eventjes bij mij achter in de tuin. Vervolgens loop ik met hem mee en toen zegt hij, hey, herken jij dit? Ik denk, hey, verrek. Mijn opa's bijenstal, mijn opa's kasten, de slingerapparatuur, het pak, de pijp, alles was er nog. En hij zei, joh, toen jouw opa een jaar of 80 was, heeft hij mij alles geleerd van het vak, het imkeren. En hij zegt, ik ben inmiddels in de 80. Hij zegt, ik moet eigenlijk stoppen, want ik ben op leeftijd. Kan het allemaal niet meer zo goed. Zou je het leuk vinden dat ik het jou leer? Dan krijg je alles van mij terug. Nou ja, ik kreeg er kippenvel van, nog steeds. En het cirkeltje was rond. Dus ik denk, joh, dit moet ik met beide handen aangrijpen. En dat hebben we vervolgens gedaan. En dan zit hij hier achter mij. Een prachtige blokhut. Die hebben we aan kunnen schaffen met het subsidiegeld van de gemeente. En daarachter zien we de kasten met de bijtjes erin. Hier ziet u er 4. En daar ziet u er nog 4. Dus ja, zo gaat dat. Als je eenmaal de passie voor het vak hebt overgenomen, dan gaat het hard. Op de Facebookpagina vinden jullie alle informatie. En dan kunt u het ook volgen van wat gebeurt hier. En hoeveel honing is er. En wat doen de bloemen. En hoeveel bloemen staan hier. En, nou ja, u kunt daar alles over volgen op de ossen uit de buurt bij je stal Ossenhaar. Als u dat opzoekt, komt u er zeker te weten. Mocht u nu denken van, hey, dat wil ik ook wel eens een keer zien. Nou, kom dan gezellig langs, want het pad is vrij toegankelijk. Daar kunt u mooi overheen wandelen, de borden lezen. En als u denkt, waar moet ik dan naartoe? Nou, naar de wijk Ossenhaar aan de Europaweg. Hè, tussen Coevorden en Schonebeek. Dan aan de linkerkant, als u van Coevorden komt. Het is bij die grote bult daar nog voor. Nou, dat kan eigenlijk niet missen. U ziet het wel vanaf de straatkant, vanaf de Europaweg. Kom gerust langs. Hartstikke leuk. Ik ben er alle dagen wel te vinden. Dus dan hoop ik u graag te zien. Wilt u nu een potje honing? Dat u denkt, nou, ik wil ook zo lekker potje honing kopen. Ga dan even naar de Ossenhaarse buurtbijenstal op Facebook. He, en dan komt u daar vanzelf. Dan kunt u even een berichtje sturen. Nou is het wel een natuurproduct. Dus ja, het wordt niet in de fabriek gemaakt. Het is een keer op. He, op is dan ook op. Maar goed. Nou, ik zie jullie graag. Daaraag. Mooi, daar op de Ossenhaar, wat daar allemaal gebeurt. We gaan weer terug hier aan tafel, want hier zitten Anke Kamman en Gini Sulman. En jullie zijn allebei werkzaam bij de toeristinfo in Zwelo/Aalden. Want dat is samen, hè? Ja. Hebben jullie elkaar daar ook ontmoet of kennen jullie elkaar al langer? We kennen elkaar al langer. Op andere manieren. Op andere manieren. Ja. Ja. En hoe lang zijn jullie werkzaam al daar? Ik ben nu voor mijn 4e jaar bezig daar. Oké. Okay. En jij? En ik voor mijn 13e. 13e jaar al. Dus je hebt al heel veel zien gebeuren, inderdaad. En ja, daar gebeurt van alles, hè? Want Zwelo staat natuurlijk ook bekend als kunstenaarsdorp. Ja, dat klopt. Maar dat is de laatste jaren pas meer bij ons bijgetrokken. Ja. Daarvoor deden wij daar eigenlijk niet zoveel mee. Alleen nodigden wij wel vaak schilders uit
om eens een keer bij ons op het terrein te komen, ja, om te schilderen. Want in Swelo heb je ook de kunstenaarsherberg, hè, met de exposities. Die zijn niet speciaal verbonden aan deze activiteit. Dat zeiden jullie net al. Maar Swelo profileert zich wel heel erg als... Schildersdorp. Schildersdorp, ja, precies. Ja. En die buitenschilderdag, die dit jaar op 12 september is... Hè, die is toch ook al een aantal jaren wordt die georganiseerd? Ja, vanaf 2007 wordt dat al georganiseerd. Ja. En toen zaten we nog in Swelo, het oude oud houten gebouwtje. Ja. En daar waren twee dames die daar aan het werk waren. En toen wij daar zijn gekomen wonen, mijn man en ik, toen hebben wij dat ontwikkeld om een schildersactiviteit op te zetten. Ja. En ja, op het terrein ook eerst met stalletjes en vlaggetjes. Dus jij staat echt aan de wieg. Ja, dus jij staat echt aan de wieg van het ontstaan van deze activiteit. En nu ook met nog een collega die nu ook nog steeds is, Kelly. Die was toen dus ook al. Ja. En ja, dat groeide steeds verder. Ik wou zeggen, heb je dat zien groeien in de afgelopen jaren? Ja, dat hebben we zeker zien groeien. Ja. Het heeft ook wel eens een terugslag gehad, dat we het niet door konden laten gaan. Maar dan had het niet alleen met weinig deelname te maken, maar ook met de weersomstandigheden. Ja, ja, want dat heb je natuurlijk ook niet... Het is allemaal buiten. Ja, ja, daar ben je heel erg afhankelijk van. Maar ja, dit jaar wordt het ook allemaal een beetje anders, of niet? Ja, we hebben er ontzettend rekening mee gehouden natuurlijk. Ja, van, want hoe gaan jullie wat doen? Wat kan en wat mag. We hebben in eerste instantie in februari en maart de mensen die bij ons bekend waren, die op onze verzendlijst staan, allemaal een mailtje gestuurd van als wij het gaan organiseren, kom je dan? Ja. En er was inderdaad een aantal die zeiden van nee, dat doen we niet. Nee. Maar ook een groot aantal zeiden van alsjeblieft doen, het is veel te leuk. En, dus we hebben gezegd van we gaan het toch op poten zetten. In de organisatie zit sinds 2018 ook iemand van het kunstenaarsdorp. Ja. En die had ook wat lijntjes met Montmartre, het buitenschilderen, wat niet doorgegaan was. Nee. Met vrouwenstreken van Vrouwen van Nu. Dat is ook een schildersgroep van Vrouwen van Nu. Geweldig. En dus die heeft... vrouwenstreken. Ja, ja, leuk. Ja. En die heeft ook dus, is die kant weer opgegaan om te vragen. We gaan dan wel eens naar open monumenten of open atelierdagen. En daar gaan we mensen vragen van, ben je geïnteresseerd? En zo hebben we dit jaar dikke 40 aanmeldingen van mensen die willen. En dus toen hadden wij zoiets van, ja, dan gaat het door. En, maar hoe? Wat ga je anders doen dan anders? We gaan anders doen dat we de ontvangst op een plek hebben waar we even wat meer ruimte hebben. We gaan in twee shifts mogen mensen aankomen. Ja. Dus dat hebben we nu allemaal geregeld. Er komt wat om 9:30 een groep en er komt wat om 22:00 een groep. Het inchecken is wat royaler. Gini gaat de rijen in de gaten houden. Ik ga het verkeer regelen. Jullie moeten hesjes aan die dag. Ja. Ja. En wat anders... schildersontmoetingsdag wordt het ook wel genoemd. Ja. En dat was heel belangrijk. En dat wordt dan gewoon een beetje minder. Het zijn zo. Mensen kunnen kijken. De ontvangst, de koffie. En dan ga je naar een plek. En wat we eerder wel deden... zeker in Oud-Aal, de oude bij boerderijen vragen... mogen mensen bij jullie in de tuin zitten of in de schuur zitten? Hebben gezegd, niet op particulier terrein. Dus we hebben 5 plekken aangewezen van... daar mogen jullie uit kiezen, vrij hoor, om te gaan zitten. Ja. En dat is bij de Aalde rondom, bij de Stroom... op de Brink in Oud-Aalde... het Lesterig-Jonlaantje, dat is een mooi lang stuk. Of je gaat mooi richting de S schilderen, of je draait je om... en je ziet die mooie, oude boerderijen. Ja. De tuin van Reuvers, dat is een open tuin. Dus we hebben gezegd, van, nou, dat is openbaar genoeg. Hè. Dat hebben we ook gevraagd, dat kan. En bij de molen, dat is natuurlijk ook altijd een gewild object om te schilderen. Want dat is de opzet. Mensen zijn echt daar aan het werk die dag. Ja, ze zijn echt aan het werk. Okay. Ze gaan daar zitten schilderen op een blanco doek. Ja. En wat voor ons nu belangrijk is, is dat mensen komen kijken overdag als die mensen zitten te schilderen. Dus tussen 22:30 en 2:30 kom lekker kijken. Dat is het leuke nu eraan. De schilders komen wel weer bij elkaar. Ook weer hartstikke georganiseerd. Ja, dat moet, De Drieklank. Dat is een gebouw in Aalde bij de kerk. Ja. Maar we mogen de kerkzaal ook gebruiken. Dus dan hebben we ook weer meer ruimte. Ja. Dan gaan de mensen hun schilderijen... wat ze geproduceerd hebben die dag neerzetten. En wat anders
van lekker tutten met elkaar en hoe heb jij dit gedaan, hoe heb jij dit gedaan, dat zal allemaal een beetje minder worden. Ja, ja. Dus het is beperkter dan het was, maar het gaat wel door. Maar het gaat wel door. En dat is, als dat is het droog weer is. Ik wou net zeggen, dat is dan nog het enige wat... We hebben geen schuren waar mensen in kunnen en zo. Dus het is nu echt alleen maar mooi weer. Dus zaterdagochtend 7:00 is de deadline. Ja. Dan moeten we beslissen wat gaat door. Ik wou zeggen, want dan kan het ook nog maar zo zijn dat het afgezegd wordt, geannuleerd, ja? Oké. Dus dat is voor de mensen die willen komen kijken, kunnen ze naar de toerist... Want hoeveel bezoekers trekt het? Heb je daar zicht op? Nee, niet echt. Je merkt wel dat de mensen uit de omgeving op de fiets langs gaan. Oh ja. Om te kijken. Want bij de plekken waar de schilders kunnen zitten, staan nog grote vanen. Met Schildersdag, Zwelo. Ja, dus als herkennings... Dus herkenningspunten. Ja. Plattegrondje is bij de toeristinfo te krijgen. Ja. Ja, en dan kunnen mensen een route fietsen. Ja. Ja, dan hoop ik alleen nog maar heel erg voor jullie dat het gewoon inderdaad het zonnetje schijnt. Of dat het in ieder geval droog is. Ja, als het maar droog is, inderdaad. Ja. En verder is het dan lekker in de open lucht. En als ik jullie zo hoor, dan gaat het gewoon helemaal goed komen qua regels. En vast heel veel vrijwilligers ook die meehelpen op zo'n dag. Nou, alleen onze eigen met z'n collega's. Met z'n vieren. Ja. Nou, chapeau, dames. Heel mooi. Fijn dat het door kan gaan. We houden het weer in de gaten. En dan moet iedereen dus op 12 september... wel goed volgens de regels naar Aalden toe. Ja, toch? Ja, mensen die komen kijken, uiteraard ook. Afstand houden. Ja, precies. Nou ja, juist denk ik. Hè? Ja, want het is natuurlijk een evenement en waarbij je het publiek niet altijd in de hand hebt. We hebben een kring gemaakt. Nee, we hebben mooie grote posters. Kijk. Drentse afstand, anderhalve meter. Oh, de Drentse afstandsmeter. Ja, dat zijn de schapen-hunebedden. Schapen-hunebedden. Ja. Die krijgen de deelnemers mee. En dan ga je uit van het gezonde verstand van de mensen. Ja, nou, dat hopen we dan maar inderdaad. Nou, ik wens je in ieder geval, als het doorgaat, en dat denk ik wel, een hele fijne dag. Dank je. 12 september, dus allemaal naar Aalden. Ja, en dan is het weer tijd voor de vlog van Simone. En er gaat gedanst worden, heb ik gehoord. Want bij de co-helpers is het ook erg belangrijk geweest dat mensen ook gedurende de coronaperiode, terwijl ze binnen zaten, lekker in beweging bleven. En waar kan dat nou beter dan bij Into Dance? Doe maar mee. Ja, daar ben ik weer. Onderweg naar dansstudio Into Dance, zoals Saskia net al zei. Want daar ga ik naartoe om Judith en Helga te bedanken. Judith en Helga die hebben vanuit hun dansstudio Into Dance gelijk vanaf het begin zich gemeld bij de co-helpers, want ze vonden het heel belangrijk dat mensen ook bleven bewegen. Zo hebben ze een aantal workouts opgenomen voor co-helpers die mensen dan thuis konden doen tijdens de coronacrisis. Hallo, welkom bij Into Dance. Vandaag nemen wij een workout op namens Koe voor de co-helpers. Voor iedereen die thuis lekker wil bewegen. Dat doen we onder leiding van Helga en wij gaan de oefeningen doen. Iris, Janneke en ikzelf, Judith. Dus heel veel succes thuis en veel plezier. Nou, dat hebben we ontzettend gewaardeerd. Er werd ook heel leuk op gereageerd. En daarom vinden we het belangrijk om ze te bedanken. Ik dans zelf ook, dus ik ga gelijk zo meteen door naar de les. Maar eerst eventjes terugblikken op hoe ze de coronacrisis zijn doorgekomen. Hoe ze dat momenteel doen. En nou ja, hoe ze dat verder nog gaan doen. Gaan we mee. Gaan we naar dansstudio Into Dance met twee theaterhalfpoortbonnen en twee co-helperspuzzeltjes. Gaan we Judith en Helga even bedanken. Dat mensen in beweging brengen. Ja, absoluut. Ja. Ja, we misten wel echt het contact natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, het was toch een manier om nog weer mee
mensen in de buurt te zijn. Want het was leuk om te zien hoe iedereen het deelde en reacties. Ja, klopt. Dus dat was wel erg leuk. En met dansen zelf hebben jullie wel vrij snel opgepakt? Ja, online. Eerst heb ik volgens mij 3 weken ongeveer lessen via YouTube gegeven. En toen zijn we online lessen gaan geven via Teams en Jitsi. We hebben echt van alles geprobeerd. En alles aangeboden zodat iedereen, nou ook met jullie natuurlijk, hebben gedanst. Ja. Via het laptopje hier in de zaal. Klopt. En dat is heel gek, want dan sta je in je eentje heel energiek te proberen. Ja. En iedereen zit thuis met of een goede verbinding of een slechte verbinding. Ja, dat viel wel eens weg. Ja. Ja, dus, maar goed, het was je ook als vast. Ja. Maar toen mocht je naar de weeshuis rijden. Ja. Dus dat was ook goed geregeld door samen denk ik, met de gemeente. Met de gemeente, gelijk akkoord. En ook zoals de heer voor goed contact mee. Die vond het ook eigenlijk wel heel gezellig zo wat er gebeurde. Ja, het veld werd er mooi gemaakt en alles. Dus ja, dat is heel fijn. En nu? Hoe gaat het nu? Super fijn om binnen te zijn. Ja, absoluut. Alles weer een beetje. Alles loopt. We hebben wel nog de kantine dicht, dus we kunnen helaas geen ouders hier ontvangen om te kijken. Nee. Dat was altijd wel wat ouders leuk vinden de laatste 5 minuten. Ja. Maar goed, de dansers kunnen ook niet meer echt in de kantine hangen, wat altijd wel heel leuk was. Ja. Ja. De danslessen zijn er weer. En dat is wel echt heel tof. Dus weer lekker dansen met iedereen. Ja, het is altijd heel leuk. Ja. Maar, namens de Kohelbe Zuid. Ah, dat is mooi! Nergens, volgens mij nergens in het land is er feest op de tweede maandag in november, maar in Coevorden wel. Dat feest heet Ganzenmarkt en dat gaat er dit jaar toch ook echt wel wat anders uitzien. Aan tafel Henry van Ringen, welkom. Fijn dat je hier bent. Want jij bent de voorzitter, hè, van Stichting Ganzenmarkt. Ja. Al hoe lang? 9 jaar. Het zou mijn 9e jaar worden, ja. Ja. Dus, ja. Het zou je 9e jaar worden, zeg je. Je gaat geloof ik nog, dan ga je toch in ieder geval door tot voor de 10. Ja, absoluut. Minstens. Ja, tuurlijk. Ja. Minstens. Ja, niet opgeven. Maar het zou de 59e nieuwe stijl worden, hè? Zo heet dat dan, nieuwe stijl. Gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar ja, dit jaar wordt anders. Ja, dit jaar hebben we een paar weken geleden besloten om de ganzenmarkt, zoals die is, de verkiezingen in ieder geval niet door te laten gaan. Nee. Nee. En dat betekent de verkiezing van de mis en de mister is er tegenwoordig ook, hè? En de minimis. Ja. Dus die verkiezing wordt helemaal niet gehouden? Nee, die verkiezing gaat niet door. Wij kunnen de 1,5 meter tijdens die verkiezingen niet garanderen. Dus. Nee. Want dat zijn denk ik tijdens de ganzenmarkt die maandag de drukste momenten op de markt ook, hè, en in de straten. Ja, ja, en voor ons is het natuurlijk voor de mis en de minimis en minimister een stukje ervooraan is natuurlijk ook een beleving met de ouders en de grootouders en vrienden en vriendinnen. Ja, en dat dus kan dat, niet. Nee, dat kunnen we niet garanderen, nee. Die 1,5 meter houden. Betekent dat de huidige mis, minimis en mister gewoon nog een jaar eraan vastplakken? Die blijven nog een jaar. Ja, want voor hun is het natuurlijk ook dit jaar eigenlijk allemaal... Alle ja, ze hebben nog wel een paar dingen gedaan, zoals de intocht van Sinterklaas natuurlijk vorig jaar nog. En, het protestweringtoernooi hebben ze gedaan, maar dit jaar is alles verder in het water gevallen. Ja. Dus dan is het ook sneu om te zeggen van nou... Dit was het. Ja, bedankt. Maar we hebben ook geen nieuwe, dus nee. Dat wordt pas volgend jaar. Ja, en dan kan het ook inderdaad. Tenminste, dat hopen we natuurlijk. Ja. Maar dan kunnen zij in ieder geval hun plakboek volmaken. Dan ze nog een want ik volk, weet dat een traditie is, dat, dat er plakboeken gemaakt worden door iedereen. Want het is natuurlijk een hele eer als je Coevorden mag vertegenwoordigen. Wat was hun reactie? Blij. Ja, ja, leuk. Toch, ja, hè? Ja. Mooi. Dus vooral Nathalie Massa natuurlijk, die is eigenlijk al wat ouder. Ja. En volgens mij heeft ze de leeftijd nu bereikt dat ze eigenlijk geen mis meer mag zijn. Ah, maar, kijk. Ja, dus dat is wel een heel bijzondere. Ja, ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar. Dus deze gaat de boeken in, inderdaad. Ja. Maar dan is er natuurlijk ook nog zoiets als de horeca, heel belangrijk met de ganzenmarkt. En de kermis. Ja, nou, we proberen de kermis door te laten gaan. En de jaarmarkt ook. Dus zijn we bezig met de vergunningaanvraag. Maar dat moet natuurlijk ook allemaal geregeld worden. Je moet allemaal een coronaprotocol moet je inleveren met looproutes. En alles natuurlijk, want de gemeente wil dat natuurlijk ook allemaal goed op papier hebben. Ja, en de horeca, die blijft ook met die 1,5 meter zitten. Ja. En zoveel mensen in de... Zijn jullie daarmee in overleg gegaan?
We hebben wel overlegd, ja. Ja, maar voor hun is het precies hetzelfde probleem als voor ons. Ja. Die massa mensen, dat je hutje mutje in de kroeg zit en de tenten ervoor. Ja, als er niks verandert, kan dat ook niet. Dus het zal ook voor hun aanpassen zijn. En het is heel... het is jammer, maar... Het was een rare gewaarwording, zei. Je zei vanavond toen ik binnenkwam... we kunnen dit jaar met de ganzen maar geen biertje drinken. Ik kan wel, maar in aangepaste vorm. Ja, precies. Ja, want het was natuurlijk behalve ganzenmarkt op die maandag... zo langzamerhand in de loop van de jaren... werd daar het weekend daarvoor werd er al aan vastgeplakt. Hè. Zondag staat bekend als Kleintje Ganzenmarkt... Ja. Waarin iedereen elkaar ook treft in de kroeg. En heel veel oud-Koevoordenaren die ook weer terugkomen naar Koevoorden... als een soort reunie, zeg maar. Dus dat wordt allemaal anders. Nou, je dit allemaal zo zitten vertellen... dan komt dat eigenlijk wel even zo heel erg binnen bij mij. Nou ja, hier zitten wij dus al een paar maanden of twee maanden mee te worstelen. Van hoe doe je dat? Het is natuurlijk... Het begon altijd zaterdags met... hoe heet dat ook alweer? Met de trekking van de dubbelgans. Dubbelgans. Of daardoor gaat, weet ik ook niet. Ook niet zoiets, En dan forse jacht op zaterdag, maar zondag, net wat je zegt. Kleintje ganzenmarkt, feest in de stad. Heel druk. Ja. Altijd op de zondag ook. Ja. Ja, en nou de maandag de verkiezingen niet door. Maar we proberen nog wel iets, toch iets te doen. Maar wat het precies wordt, het wordt in hele afgeslankte vorm. En de tijd zal het ook leren natuurlijk. Hè? Wat mag er dan tegen die tijd? Hoe is het volgend jaar? Iedereen praat over een vaccin, maar is dat er ook? Werkt het ook? Ja, dat is ook nog weer een vraag. Ja, dat bedoel ik maar net. Ja, precies. Maar goed, misschien, tenminste zo heb ik met theater... probeer je op een gegeven moment wel weer om te denken van... oké, wat kan er dan wel? Nou, daar zijn jullie natuurlijk mee bezig geweest voor dit jaar. Maar volgend jaar zou je dus de 60ste editie hebben. Het biedt misschien ook weer ruimte en tijd om te gaan nadenken over... maar die ganzenmarkt... want er was natuurlijk, even heel eerlijk, ook best wel eens wat kritiek op die ganzenmarkt. Ook nou weten we het wel en het is ieder jaar hetzelfde. Ja. En het verplaatst zich naar de zondag. En waar is die ouderwetse ganzenmarkt? Terwijl je misschien juist niet meer ouderwets wil. Nee. Heb je iets nieuws? Ja, nou ja, daar zijn we ook mee bezig. Maar het is natuurlijk een stuk traditie wat je er ook in moet houden. Ja. Maar we begrijpen zelf ook dat er toch iets veranderen moet. Om, als je die ganzenmarkt levend wilt houden. Want net wat je zegt, de zondag overheerst eigenlijk... maandag, maar we zijn na afgelopen jaar eigenlijk al begonnen met het opzetten van kleine commissietjes, vrijwilligers gevraagd om iets nieuws te bedenken voor de 60-jarig 2021 ganzenmarkt, zeg maar. En dan zijn we vorige week hebben we daar de eerste echte groepsindeling voor gemaakt, van een idee gespuit en nou is het afwachten van wat eruit komt en hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar we hebben nog even, dus... Je hebt nog even, je bent nu mooi op tijd inderdaad. Ja. En ik denk inderdaad heel goed dat je inderdaad met groepjes gaat werken... zodat je van alle kanten input krijgt. Ook misschien van de jeugd. Wordt de jeugd erbij betrokken? Nou, Nathalie Massa die volgt aan school in Harderberg een of andere opleiding... Ja. Die hier perfect eigenlijk op aansluit. Kijk. Dus die wilden we dan ook vragen om daar... Mooi, heb je iemand die het ook meegemaakt heeft. Ja, en vooral de jeugd, want vooral voor de missen in die leeftijdscategorie... is het natuurlijk moeilijk kandidaten te krijgen. Ja, toch, hè? Omdat we putten eigenlijk alleen maar uit de Nieuwe Vesten. Ja. Omdat dat de enige school is die vrij is op maandag met de ganse markt. Dus zijn we ook mee bezig om toch te kijken of we medewerking vanuit Harderberg kunnen krijgen. Ja, en omstreken, zeg maar. Nou, dan moeten we dit jaar dan maar proosten op volgend jaar misschien. Ach, een biertje zullen we altijd wel in. Op zaterdag en op daarop. Zondag, het maakt niet uit, feest of niet. We maken er gewoon zelf een feestje absoluut. Van. Komt goed. Fijn dat je ons bij wilde praten, Henry. En ik wens jullie en de hele organisatie natuurlijk ontzettend veel succes. Ook met wat jullie dit jaar nog kunnen gaan doen. Ja. En leuk dat je hier aan tafel wilde komen. Dankjewel. De machinefabriek, ik zei het al, daar zijn we dus nu. En er zit een heel verhaal aan vast. Dit gedeelte waar we hier zitten, waar dit opgenomen wordt... dit gedeelte is al 100 jaar oud. Vroeger kwamen de paarden hier naar binnen, kregen ze nieuwe hoefijzers. En een heel verhaal. We zijn onlangs met Hofpoort verhuisd vanuit Hofpoort in Kluis. We houden hier nu ook kantoor. Heel verhaal. Ik zeg wel eens, we zijn een soort nomaden van de stad. Maar dat klinkt dan ook weer zo theatraal. Maar dat hoort dan ook weer bij ons. Mijn lieve collega Anke Pepping, die heeft daar een hele interessante vlog over gemaakt. MUZIEK
Ja, goedemorgen. Ik voel een nieuw theaterstuk aankomen, Anke. Oh, wat? Nou, De Nomaden van de Stad. Oh, klinkt goed. Ja, wij gaan voor de 5e keer in 10 jaar tijd onze zooi verhuizen, mensen. En men verzamelt nogal eens wat in zo'n periode. Zie hier. Uw theaterzooi. Wat het ooit was. It low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. Jan, je zit weer aan tafel, gelukkig. Ja. Voor jou een heel klein stukje, want je ging van de readshop, kon je zo hier tussendoor en toen was je in de machine. Zo, oversteken, ja. 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 Leuk, worden ja. We, zijn we buren. Ja. Ja, gezellig. En ik heb al een rondleiding gehad van mevrouw Bosman. Ah, kijk. Ja. Ah, die heeft je dat al vol trots laten zien. Ja, 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 ja. Mooi zo. Je hebt weer een stapel boeken meegenomen, ja. En daar wil jij van alles over vertellen. Dus we gaan gewoon lekker beginnen, want bovenop ligt een heel bijzonder boek. Ja. De avond is ongemak. Ligt bovenop. Ja. Van Marieke Lucas Reineveld. Dus in zoverre is het bijzonder. Ze is de eerste Nederlandse schrijver die een prestigieuze internationale prijs heeft gewonnen. De International Booker Prize. Vroeger heette dat de Man Booker Prize. Harry Mulisch is er ooit voor genomineerd. Heeft hem niet gekregen. Niet gewonnen, nee. Nee. En voor dit verhaal dus wel. Ja. Het gaat vooral om de vertaling. Waar de prijs voor. Ja, want zowel de schrijver als de vertaler wint een geldbedrag. Ja, hè? Ze delen een bedrag van 55.000 euro. Kijk. Ja. Ja. En het is gewoon ook een heel bijzonder verhaal. Ik heb zelf het boek gelezen en het deed me een beetje denken aan de avonden van Gerard Reven. Ja. Gereformeerd gezin waar iets dramatisch gebeurt. Een van de kinderen komt overlijden, komt onder het ijs en. Ja, mensen moeten het gewoon gaan lezen. Ik heb het ook gelezen. En terwijl ik aan het lezen was, heb ik het ook heel vaak weer weggelegd. Want het was zo'n ongemakkelijk boek, vond ik het. En het schuurde en het wrong. En toch pakte ik hem iedere keer weer terug. Want het is echt prachtig geschreven. Dus met name ook voor zo'n vertaler, denk ik, is dat natuurlijk een hele kunst om dat op een goede manier te doen. Ja. 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 Het grappige is ook dat bepaalde echte Hollandse termen gewoon niet zijn vertaald. Gewoon nee. Zijn gebleven zoals ze zijn.
Ja. Het Sinterklaasjournaal komt erin voor. Ja. Ja, hoe vertaal je dat? Een duwtje blok. Ja, nee, die valt ook niet te vertalen. Nee, precies. Dus dat staat er gewoon in. Ja. En wat ik heel stoer vond van Marieke, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar dat vond ik zo superleuk, dat zij dat had laten borduren in haar jasje. Heb je dat gezien? Heb ik gezien. Ja, hè? Ja. Dus dat was natuurlijk... Al bij voorbaat, hè? Voordat de prijs... En zonder arrogantie, moet ik zeggen, maar gewoon echt zo van, nou ja. Ja, dus prachtig boek, aanrader. Ja. Met een mooie hardcover ook. Ja. Ja. Het volgende wat je daar hebt. Ja, nou, het volgende... in Coevorden hebben we natuurlijk heel veel historie. Ja. Ik heb gekozen voor de Streekatlas van Nederland. Ah. Hiervoor was er de Historische Atlas van Nederland. Die is wat, wat globaler eigenlijk. Dit boek vertelt over verschillende delen van Nederland waar die typische dingen vandaan komen. Oké. Okay. Dus, je hebt over, wat is het, Enschede, Twenteland, Go Ahead Eagles. Waar dat vandaan komt, dat vind je dus bijvoorbeeld hierin terug. En er zit een briefje tussen. Ja. Want? Ja. Want dat gaat ook over Coevorden, natuurlijk. Ja. Hier vertelt het eigenlijk heel beknopt, klein stukje, over dat ontstaan van Coevorden, over de citadel, over de zeven punten van de vesting. Eigenlijk te beknopt, maar daarvoor hebben we natuurlijk hier het Stedelijk Museum, waar het verhaal heel mooi wordt verteld. En toch, toch is dit een mooi overzicht om van al die plekken in Nederland, ik zal nog even laten zien waar dat te zien is. Hier is de bladzijde. Kijk, hier is het hele land dus opgedeeld in al die hoofdstukken. Ja. En zo kun je zien waar die typische Hollandse kenmerken vandaan komen. Leuk, mooi. Nou, interessant boek. Niet een boek wat je in één keer uitleest, lijkt me. Nee, dat is zo nu een pakje maar, te even. Zo'n koffietafelboek noemen ze dat dan, hè? Wat je mooi neerlegt. Ja. Het is bijna kinderboekenweek, Harm-Jan. Ja, 30 september begint het. 30 september en het thema is? Boeken van toen. Ah. Ja, dus? Geschiedenis, vroeger. Ja. Heb je meegenomen? Ik heb een heel bijzonder boek meegenomen. Als we het dan over geschiedenis hebben, Dolf Roen. Ja. Dolf Roen is een heel bekende schrijver. Zag hem net liggen, want hoe oud is Dolf Roen inmiddels? Dolf Roen is inmiddels 92. Ja. Oké. Okay. Ja. En hij is nog steeds heel actief. Hij bezoekt nog steeds scholen. Hij zoekt nog steeds zijn doelgroep op, zeg maar. Ja. En het leuke van Dolf Roen is dat hij de kinderen gelijk stelt aan de ouders eigenlijk. Ja. Dat deed hij vroeger al, toen hij, toen hij net begon met schrijven. Hij neemt kinderen gewoon heel serieus. Ja. Ja. Met prachtige tekeningen. Ja, en van wie? Ja, van Charlotte Bimmertons. Ja, dat blijft natuurlijk prachtig. Ja. Waar gaat het boek over? Het gaat over Victor. Victor is een jongen en die weet dat hij op jongens valt. Maar hoe vertel je dat? Ja. En dat is nu tegenwoordig al moeilijk. En in 1947, twee jaar na de oorlog, toen speelde het. Ja. Ja, toen was dat misschien... nog wel moeilijker. Ja, wil je een heel klein stukje daarvan voorlezen? Ja, heel graag. Niemand die het ziet. Niemand ziet het. Zo heet het. Ja? Het eerste hoofdstuk heet Geheim. Toch de beelden erop. Ja, dat kom je niet aan, Harm-Jan. Natuurlijk wist ik dat ik homo was. Maar ik durfde er niet met niemand over te praten. Niet met mijn vader, niet met mijn moeder, niet met meester Maas... en al helemaal niet met mijn klasgenoten. Soms was ik bang dat Arnold Munnik het wist... Hé, hey, flikker, schreeuwde hij als ik bij trefbal iets stoms deed. Arnold zei ook mietje tegen Wim Rodus. Terwijl iedereen wist dat Wim verliefd was op Annie van Wieringen. Arnold keek je soms aan of hij door je heen kon kijken. Alsof hij alles zag wat geheim was. Ik vond het niet fijn om naast hem in de bank te zitten. Maar ja, het moest. De meester deelde de plaatsen in en daar was niets aan te veranderen. We zaten in de zevende klas. Het was twee jaar na de oorlog. En alles begon een beetje normaal te worden. Eigenlijk waren wij probleemgevallen. Meester Maas wist niet wat er met ons aan moest. Daarom zaten we een jaar langer op school. Tinus Dullaert moest volgens de meester naar de ambachtsschool. Daar leerde je voor timmerman of metselaar... of misschien wel voor schoorsteenveger. Maar zijn vader, die notaris was... wilde dat hij naar het gymnasium ging. Mijn vader wilde dat ook. Victor kan goed leren. Het kan best.
Maar hij moet het ook willen, zei meester Maas. Hij zit de halve dag te dromen en als hij niet droomt, zit hij te kletsen. Hij zou het kunnen, maar hij kan zijn aandacht niet bij zijn werk houden. Volgens mij is hij absoluut niet geschikt voor zo'n zware opleiding. Mijn vader snapt dat geloof ik wel een beetje. Hij was niet zo streng als de vader van Tinus. Ah, probeer het, Victor, zei hij na een gesprek met de meester. Een goede opleiding is zo belangrijk. Je grootvader en ik willen zo graag leren, maar dat kon niet. Wij moesten meteen naar de lagere school aan het werk. De eerste geleerde in de familie, dat leek me wel wat. Maar ik was homo. Wat moet je dan? Ja, nou, dit is ook wel een cliffhanger eigenlijk. Ja. Je moest heel erg denken, ja, hè, dit is, het speelt in 1947. Ja. Coming out. Ik moest opeens ook heel erg denken aan het boek van het boek Confetti Regen. Want dat gaat eigenlijk over coming out nu. Ja. En hoe dat dan, en dat is natuurlijk weer geen kinderboek, maar dus actueel onderwerp. En nou ja, Dolf Roen is een meester in het schrijven van kinderboeken. Dus dit is vast, gaat kinderen heel erg aanspreken. Mooi, ja. Heel mooi. Ja. En de laatste. En de laatste, ja. Nou, de laatste is eigenlijk een klein experiment van mezelf. Het heet ook het eerlijkheidsexperiment. Ja, vertel ik niet zo heel veel over, maar nou ja, je weet, ik heb de leesdate geïntroduceerd. Ja, ja, ja. Ik heb een maand lang een boek wat het hoofdthema is van die maand. En iedereen mag het lezen, bij mij in de winkel komen halen. En ja, het liefst daarna een stukje erover schrijven wat hij ervan vond. Ja. En het eerlijkheidsexperiment is eigenlijk... Het verhaal speelt gaat over een schrift wat in een café op tafel is komen te liggen. En degene die het schrift had neergelegd heeft daar zijn eigen verhaal in geschreven. Heeft eigenlijk de waarheid aan een wildvreemde verteld. Zijn eigen waarheid. En dat schrift is een eigen leven gaan leiden. Er zijn meerdere mensen die daar hun eigen verhaal in hebben geschreven. Ja, maar wat is nou dan het experiment? Komt er nou bij jou ook zo'n schrift in de winkel? Of, zo'n schrift komt bij mij ook in de winkel. Oh, met de vraag of je daar jouw verhaal, jouw geheim in wilt opschrijven. Oh, wat spannend. Ja. Denk je dat mensen dat gaan doen, Armjan? Dat denk ik. Dat hoop ik. Ja, ja. Dan moet je misschien... Ik heb al een aantal mensen die zeiden van... ja, ik wil wel mijn verhaal wel vertellen. Oh, echt? Ja. Leuk. En dan wil ik die mensen dan weer aan tafel. Maar dat willen ze dan denk ik niet. Want het is anoniem, hè? Het mag anoniem. Toch? Ja. Ja. Ja, misschien ook niet. Misschien is iemand wel blij dat hij van zijn geheim af is. Ja. Oh, wat interessant. Nou ja, kunnen we nog heel lang over doorpraten, maar dat gaan we niet doen. Want de tijd is gewoon om, want dit was weer een bomvol programma. Dankjewel. Ik zie nog de Kinderboekenweekkrant. Die kunnen ze gratis bij je ophalen, denk ik, hè? Ja. Lezen, 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 kinderen. Zo belangrijk. Ja, en voorlezen, hè, ouders. Dat kan echt heel lang, hè, voorlezen. Ouders lezen, die houden op met voorlezen als ze kinderen een jaar of 6, 7 zijn. Gewoon doorgaan. Ja. Ja, ja, bij die van mij van 14 hoef ik er niet mee aan te komen. Maar, oh, dat kan ook. Maar, nou, misschien ook wel. En ik hoop dat ik later ook wordt voorgelezen. Ja. Ja. Goed, wij kunnen nog heel lang doorpraten. Gaan we vast en zeker ook zo doen. Maar ik ga wel afscheid nemen. Zo dadelijk nog bij de deur samen met Simone. Dank u wel voor het kijken. En ik hoop heel erg tot ziens hier in de machinefabriek of ergens anders. Dag. Je was hem, Simone. Ja. Jeetje, we hebben gewoon 6 keer, wat begon gewoon als een wild plan. Idee. En, ja, hebben we dit gewoon 6 keer gefixt. Maar niet normaal. Nee. Echt van gewoon, oh, zullen we dit doen? Ja, is goed. Ja, laten we dat maar doen. Nou, en we zijn op geweldig leuke plekken geweest. Heel veel meegemaakt, veel gehoord. En volgens mij ook wel veel mensen bereikt. Ja, dus volgens mij is ons doel geslaagd. Ons doel voor nu is geslaagd. We hopen dat, dat we u toch een hele fijne zomer hebben kunnen geven. Ja. En hebben kunnen laten zien wat er allemaal wel kan. Ja. En in deze uitzending ook wat er allemaal nog komt. Ja, misschien komen wij ook nog een keer weer terug. Ik denk het wel. Dit smaakt wel naar weer, hè? Cliffhanger. Ja, cliffhanger. We komen goed. Misschien nog wel terug, maar daar gaan we zo over informeren op de duur. Ja. Komt helemaal goed. Hou maar in de gaten. Wij vonden het heel leuk. Heel erg bedankt, iedereen. Ook het team van Zo34. Oh ja, die waren ook echt super. Ja, ja. Dus dankjewel. Jij ook bedankt, Saskia. Ja, Simone ook bedankt. Dankjewel. En nee, alle mensen thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Ja. En hopelijk tot gauw weer. Dag. Doei.